Hoi! We hebben vandaag een leuke DIY voor jullie. Want we gaan een suikerscrub maken met Evie! Hier zijn alle ingrediënten klaar wat we gaan gebruiken. Let's go. We gaan nu laten zien wat je allemaal nodig hebt. Begin jij? Ja. Als eerste, olijfolie. Je kan gewoon zelf weten welke olie je kan. Welke olijfolie, je kan ook zonnebloemolie gebruiken. Wij gebruiken olijfolie. Suiker. En dan kan ook een pak. Je moet gewoon witte suiker doen. Want wassen suiker. Ja, daar red je het gewoon niet mee. Het is gewoon niet wassen suiker? Gewoon witte suiker. Gewoon kristalsuiker. En sinaasappel. Je kan ook een grapefruit, een limoen, een citroen. Wij gebruiken een sinaasappel, want die hadden wij wel op het huis. Een leuk potje waar je het in moet doen. We hebben deze van de Action. Ze hebben allemaal leuke potjes. Ik kan ook wel een oud potje gebruiken, maar ik raad echt aan om een beetje bij de Action te gaan, want daar hebben allemaal hele leuke potjes. Een kleine theelepel. Je hebt dan van zulke dingetjes. Van zulke. Maar ik kan ook gewoon een echte theelepel gebruiken. Maar wel deze toevallig, die vind ik wel geweldig. Een raspig ding. Dit is nog iets groter. Maar dat maakt niet veel uit. Als het nou gewoon een rasp is. En als laatste, een schaal. Een komma waar je het mengsel in gaat mixen. Dus we gaan beginnen. Oké, we gaan onze beurt filmen en onze beurt laten zien. Je pakt de kom. Ik zet even met de andere kant zetten. Je pakt de kom. En je pakt de citrusvrucht die je gaat gebruiken. En je gaat de sinaasappel raspen en pakt de grootste kant. Dan gaat het gewoon lekker sneller. Tot de citroen geen schil meer heeft. En dat moet je dus nu even doen. En dan gaat het echt even leren. Het gaat niet zo snel. Bij een citroen of een limoen gaat het wat sneller, want die is wat kleiner. En Evie neemt het nu even over. Het ruikt heel erg naar sinaasappel. Het is zeg maar zo'n parfumachtig ruikt het niet zo. Hè, Evie? Ja. Nou, we hebben niet. Dit is ook gewoon een beetje geduld nodig. We moeten een beetje gaan draaien, dat het overal een beetje. Serieus, komt er een sap uit? Of nee? En dan gaan we nu even verder met het raspen. We hebben nu dit al, het is nog niet heel veel. Het is denk ik ongeveer 1 theelepel citroenschil, sinaasappelschil denk ik. Zoiets. Maar we gaan nu even verder. We moeten hem ook goed boven de schaal houden. Want hier hebben wij zo'n ding en daar kan ik hem dan aan vast en dan gaat het makkelijker en sneller. Nou, dit doet echt heel erg lang. Nee, het is gewoon enkel tijd voor gedeeld. Hè, Evie? Je moet er gewoon even de tijd voor nemen. Ja, moet je gewoon echt doen als je je verveelt. Ja, we vervelen ons niet vandaag. We hebben nu best wel veel al geraspt. Het is ongeveer 3 theelepels citroen, sinaasappelschil. En dit hebben we nu over. Je kan hierna prima nog gewoon gebruiken om op te eten ofzo. Maar ja. Maar nu gaan we verder met de suiker. Ja. Hoeveel? 10 theelepels suiker en nu doen we 3. 10 eetlepels suiker doe je erbij. Een eetlepel. Oef. Een beetje snel.
Oh, ik geef maar even. Ik geef aan de kant. Poef. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oké, en dan... Dan rooi je het goed door dat het een beetje gedeeld is. Gaat hij er gaaf uit? Dat is een beetje beige eigenlijk. Kijk, ziet er heel zoet uit. Heel zoet. Het gaat wel heel mooi zo. Dan heb je het doorgemixt. Dan zet ik hem even af. En dan doe je 5 theelepels olijfolie erbij. Ik geef het even. Ik denk niet dat ik het zo goed kan. 1, 2. Drie. Vier. Vijf. Doe je hem even dicht? Ja. En dan rooi je dat even goed door, dat het allemaal een beetje nat is. Dat ziet er vies uit. Nee. Dat was er mee. En deze scrub kan je best wel lang bewaren. Want ik heb die van de vorige keer nog, maar deze keer die is echt gewoon helemaal vies nu. En dan pak je het potje. En daar doe je het in. Gewoon, ik denk dat het alles erin kan. Gewoon met je passen mee. Wacht, ik doe er nog een beetje suiker bij, want ik vind het iets te nat. Oké, ligt hier. Zo. Je moet gewoon een beetje passen meten. Als het net iets te droog is, dan doe je er nog een beetje olijfolie bij. Als het iets te nat is, doe je er nog een beetje suiker bij. Ik heb nog een beetje suiker nodig. Zo. Het is echt een beetje te nat. Zo. En die er nu in. Ik zal het gewoon met de schepjes doen. Wacht even. Jij mag de rest erin doen. Ja. Zo. Het smaakt echt lekker. Ik kan het ook eten. Maar dat zal ik niet zo snel doen. Als je iets te veel de olijfolie ruikt, kan je altijd nog een etherische geur doen. Maar dat hoeft niet. Een beetje schaar houden. Het past heel makkelijk. Ik kon wel iets meer maken eigenlijk. Maar dat maakt niet uit. De laatste restjes kun je wel met je zo schuin houden, dat je niet zo dicht kon schuin houden en dan het ingiet. Zo, en dan doen we de deksel erop. En dan is die klaar. We gaan nu aan jullie laten horen hoe je het moet gebruiken. Dus wij gaan nu even naar de badkamer toe. We zijn nu in de badkamer. Waarom moet je hier staan? Kom, nee. En ja, hij is nu klaar. Echt. Dit was mijn eerste scrub en hij was echt een heel beetje mislukt. Want, ja. Dat is een beetje muffig nu. Eeuw! Het ziet er niet zo lekker uit. Dit is echt heel bruin nu. Een beetje huidskleur. Dus deze kan weg. Maar daarom hebben we nu deze! Oké, we gaan nu laten zien hoe je moet gebruiken. Nou, even hier de proces even voor en dan. Oké, je maakt je arm eerst nat.
Mag je het wel? Pak die maar. Maak je eerst je arm nat. Of hetgene wat je moet gaan schudden. Daar dat. En dan pak je een beetje van de scrub. Een beetje, een heel klein beetje, niet te veel. Echt. Niet zo weinig. Iets meer. Zo? Ja. En dan breng je het er zo. En dan scrub je het zo eroverheen zo. Ah, dat voelt grappig. En dan ga je nu even afspoelen. En dan zal je voelen dat het opeens heel erg zacht is. Oh man, we zitten hier al wat. Dat is hier ook echt. Zo. En dan ga je opdrukken. Te roken met deze reuzenhanddoek. Zie je handdoek in deze reuzen. Dan moet je eens neus voelen of hoe zacht je hand is. Arm is. En nu is je arm heel zacht. Nu ga ik hem. Nu ga ik hem gebruiken. Ja. Nu ga ik hem gebruiken. Nee, ik merk dat je arm nat. Oh, dat is koud. Moet je een beetje met lekker weer doen. Oh, mijn arm is lekker zacht. Zo, nu is mijn arm nat. En dan pak ik een beetje scrub. Zo. Dan scrub je het zo. Oh my god, zie dit. Ik had nog een restje. Zo. En dan al die zo weg. Oh, dat is echt zacht. Even afdrogen. En Evie, wat vind jij ervan van de scrub? Leuk! Mijn handjes zijn zacht. Moet je in beeld blijven, hè? Ja, het is heel erg fijn. Dit kan je ook gewoon onder de douche gebruiken of zo. Of een lekker bad. Als je lekker in een bad gaat liggen, dan pak je best de scrub ervan. Maak je droog, ga je hem scrubben zo. Maar het is echt wel een aanrader om dit te maken. Dan kun je ook voelen hoe zacht het wordt. Nou, we hebben iets te weinig gemaakt. Nou, iets te weinig rasp. Maar nou, dat maakt niet uit. Het ruikt echt wel heel lekker. Oh, lekker. Parfumachtig ruikt het. Maar wij hopen dat jullie de DIY leuk vonden. En dus echt zeker maken. Als je meer video's wil zien met Evie, dan moet je dat beneden in de reacties achterlaten. Vergeet ook niet te abonneren en ook een duimpje omhoog. Duimpje omhoog doen. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei! Doei!